Welkom iedereen bij weer een nieuwe Guessing Game. Nieuwe Guessing Game, nieuw ding, nieuw slachtoffer. Vandaag is Paddy met Fate. Paddy, hoeveel weet je van Fate? Niks. Ja, de Fate van Destiny Fate. Het is jouw, hoe noem je dat? Nederlands verwoording. Ja, het is niet het lot, nee. Nee, dat. Maar ja, als Paddy geen idee heeft wat Fate is, waarom doe ik dit met hem? Paddy speelt DDD in Yu-Gi-Oh! Wat is DDD, Paddy? DDD is een afkorting voor Different Dimension Demons. En die zijn bijna allemaal wel gebaseerd op historische karakters of mythes. Ja. En wat hebben we in Fate? Fate is vaak een gevecht of een oorlog waarin 7 mensen die historische figuren summonen. En dan ermee vechten in bepaalde klasses. Sommige zijn saber, sommige zijn pijl en boog, sommige rijden op dieren. Die dingen. Dus ik heb een paar characters gepakt die hetzelfde zijn in DDD. Dus bijvoorbeeld ergens in DDD Caesar. Dus ik zoek een Fate-character wat Caesar was. Nou, dan mag Paddy raden eigenlijk. Oké, welke Fate-character is dit? Welke persoon is dit? Nou, ik heb hem ooit een keer Caesar laten zien. Dus dat kon ik als voorbeeld even gebruiken. Maar ja, wij beginnen eigenlijk met een beetje een iconische karakter in de Fate franchise. Enig idee, ik stuur hem via Discord. Enig idee al wie dit kan zijn. Zo. Ik heb ooit het anime karakter gezien met een soort gelijke ability die dan allemaal soort van wapens tevoorschijn komt toveren. Het was wel een vrouw, daar niet van. Er is een vrouwelijke versie van deze karakter, dus dat zou mogelijk kunnen. En volgens mij had hij ook een best wel hele bekende naam naar mijn idee. Ja. Wil je een hint? Nou, er schiet nou wel een naam te boven. Maar ik denk dat die een beetje te voor de hand liggend is. En ik zie er ook niet echt een connectie tussen, omdat ik de backstory van dit karakter niet echt weet. Van de card die ik dacht. Maakt niet uit. Hoe deze werkt is, Paddy heeft 1 guess per keer. En ik geef hem iedere keer geef ik hem extra hints, totdat er geen hints meer zijn. En als je dan niet raakt, dan heeft hij 0 punten. Dus als je hem in 1 keer in een karade heeft hij 5 punten. Iedere hint kost hem 1 punt. Dus weet je wat? Gokken wordt altijd gewaardeerd. Dus wat gok je? Ik denk Siegfried. Het is niet Siegfried. Niet Siegfried? Nou, oké. Dus jij krijgt je eerste hint. En het is al meteen de eerste hint die laat zien dat het geen Siegfried kan zijn. Het is een persoon uit Mesopotamië. Ja, dat zeg maar dus echt helemaal niks. Nee, precies. Mesopotamië wordt ook wel soms gezien als het paradijs in de Bijbel of het Midden-Oosten uit het vroege. Wil je nog een poging wagen qua gokken? Het is niet een Europese naam, het is geen Afrikaanse naam. Dus dat zou mogelijk al kunnen helpen. Of ja, helemaal ik ga, niet. Ik ga nou een beetje proberen Yu-Gi-Oh! Art te vergelijken met jouw art. En dat is voor mij echt iets heel doms wat ik kan doen. Nou. Ondanks dat dit karakter ook wel een... Oh, dat is de hele verkeerde wiki. Ja, om het wat makkelijk te maken voor Paddy. Paddy mocht de wiki erbij hebben van alle die characters qua namen. Het helpt hem niet heel veel, maar... Nee, klopt, want voor mij staan hier ook ineens alle die kaartjes tussen, volgens mij. Geen idee. Oh, dit zijn alle triple D's. Ja, het zijn triple D's en de subarchetype is DD. Ja. Dus, wil je nog een hint? Nog een gokwagen? Wacht, is dat nou degene die ik net voor me had? Ik heb geen idee, ik zie niks dus. Oké. Ik denk
Didi Rebel King Leonidas. Het is niet Leonidas. Niet? Nee, het is niet Leonidas. Hij komt van een gedicht. Een van de oudste heroïsche gedichten die ooit zijn gemaakt. Als ik aan een oude klassieker poem moet denken. Ja, het is niet echt een poem. Het is meer een toneelstuk. Dan denk ik aan, hoe heet die? Romeo en Juliet. Maar dat, nee. Ik kan jou vertellen, het is niet Romeo en Juliet. Want het is Mesopotamië een poem. Dus het is niet gemaakt door Shakespeare. Nee, dat is een demon. Dat is een demon. Dat is het einde der wereld. Is hem ook niet. Dit karakter lijkt me heel sterk. En hem deze echt veel te voort. Waarom heb je deze als voorbeeld gebruikt toen? Hoeft niet, voor mij wel. Nee, ik heb jou niet, deze niet als voorbeeld gebruikt. Ik liet jou toen Tesla en Caesar zien. Alleen Tesla en Caesar. Wil je een poging wagen of ga je naar de volgende hint? Niet geschoten is altijd mis, hè? Daarom ook. Daarom geef je ook de optie. Alexander? Alexander. Ja? Nee, het is niet Alexander. Oh, niet Alexander. Ik verstond, dit is Alexander. Nee, oké. 2900 BC. Dus alle personen die geboren zijn na Christus vallen dus al af. Dus er kon niet Alexander zijn. Siegfried kon het ook niet zijn. Dus ja, dan is de vraag. Wie is het dan wel? Mijn geschiedenis is echt zo slecht. Echt extreem slecht. Ach, als ik dit met een andere persoon had gedaan, was hij niet veel beter geweest. Maar de enige reden waarom ik dit met jou kan doen, is omdat jij DDD speelt. Kijk, ik zou dit bij wijze van spreken kunnen doen met Simon, maar dan moet ik bepaalde characters pakken van natuurkunde en kunstgeschiedenis. Waarom per se kunstgeschiedenis? Omdat ik een character in deze franchise heet die heet Van Gogh. Dus ja, dat zou inderdaad hebben gekund, maar ja, dat heb ik niet gedaan voor deze. Een characters genomen die een super moeilijke naam hebben. Want die zijn er. Dat zijn voornamelijk de Japanners en de Aziatische varianten. Die hebben gewoon meerdere streepjes in hun namen. Nou, dat is gewoon niet raar. Ja. Ja, ik weet nou niet of bepaalde personen nou voor of na Christus zijn. Echt, zo slecht ben ik in fucking geschiedenis. Oké, ga je een schot wagen? Keizer? Keizer wie? God, ik denk. Ja, hier zat gewoon Keizer, Supreme King Keizer. Supreme King Keizer? Dan. Historical person, end of days. En dan zat er gewoon keizer, meer niet. K-A-I-S-E-R. Dat is niet keizer. Ik heb niet eens een idee. Voor mij bedoelen ze daarmee Caesar of misschien Nero mee. Maar ja. Keizer is het German word voor emperor. Oké. Ja, dat zijn er meerdere van. Misschien kan het zijn Karel. Karel de Grote, mogelijk. Je laatste tip, en waarschijnlijk met deze raad je het. Het is een link. Is het... Hoezo is het
Hoezo is het Gilgamesh? What the fuck? Dit is Gilgamesh. Nee! Dit is Gilgamesh. What? Ja. Ik dacht dat Gilgamesh altijd een demon-mythe ding was. En niet... Nee. Een fucking historisch karakter. Nee, Gilgamesh is een historisch karakter. Dus bij heel veel mensen haalde ik de punten niet bij. Maar omdat jij meerdere variaties kan hebben in je punten, moet ik het even bijhouden. Dus nu 2 punten. Ja, op zich, nou ik naar Gilgamesh en art kijk, zie ik het wel. Want Gilgamesh heeft achter zijn art allemaal speren, wapens en dingen op zijn rug zitten. En die art die jij net doorstuurde ook wel. Mm-hmm. Hier heb je de volgende. Dus nou, nu... Omdat hij zo behaard is en er een beetje eruit ziet als een... Hunter-achtig iets? Wil ik Beowulf zeggen? Het is niet Beowulf. Je krijgt meteen al je volgende tip. Hij is Duits. Er zijn discussies over dat hij misschien Noors was, maar in origine is hij Duits. Ik wacht even met het tip zoals bijvoorbeeld dat je de naam al een keer hebt gezegd, omdat, nou ja, er zijn niet heel veel die characters. Nee, klopt. Oké, okay, hij is dus Duits, dus... Ik weet er sowieso eentje die ik wel ken, die er sowieso afvalt. Ik kan hem hier nou even niet tussen vinden. Oh ja, die Ark valt sowieso af. Die is Frans. Ja, Jeanne d'Arc is inderdaad Frans, ja. Ik denk dat je dan mot krijgt met de Frans als je dat zegt, dat ze Duits is. Ik weet dat ook gewoon puur toevallig, echt compleet off the road. Dat weet ik door Inazuma Eleven. Mm-hmm. Dat is de enige reden waarom ik het weet. Ja. Wel... Wat? Deze kaart ken ik niet. Oh, die ken ik wel. Die klinkt Duits. Deze klinkt ook Duits. Nou ja, je hebt nog een paar pogingen, dus... hoe graag wil jij een hoge score hebben? Nou, ik wil natuurlijk wel het liefst boven iedereen uitsteken. Ik weet niet of je dat bijhoudt, maar... Ik hou daarbij, toegegeven aan het einde van deze deel ik het door 10. Omdat jij meerdere punten kan scoren, dus ik kijk naar het gemiddelde. Mhm. Dus wie al ik word helemaal gek van deze ads op deze website. Waarom ga je niet naar de fucking Yu-Gi-Oh! Wiki? Zit ik ook. Jezus, regel adblokken. Je zegt niet, nee. Dat heb ik ook. Oh, mooi. Dat weiger ik. Ook goed. Nee, dat is... Maar wie is dit? Ik had er net één die heel erg Duits klonk. Ik kan hem niet meer terugvinden. Nou, oh. Dat is niet zo handig. Oh ja, deze klonk Duits. Maar ik... ja. Ik ga er een puur vanuit omdat deze naam Duits klinkt. Okay. Nou. Voor de rest niks. Helemaal goed. Darius? Het is niet Darius. En Darius was Grieks. Of mogelijk was het Donius. Oké, de volgende tip. Götterdämmerung. Dat is een woonplaatslocatie ding? Nee, dat is een verhaal. Kijk, als je de Yu-Gi-Oh-kaart meteen als bovenaan had gezet als hint, had je meteen geraden. Dus ja. Als wat? Als ik de Yu-Gi-Oh-kaart had gegeven als hint, had je meteen geraden.
Dus ja, daarom probeer ik het een beetje van deze insteek. En ik weet nu al, deze guessing game wordt de langste video. Ja, sorry hoor. Nou, de enige die nog misschien een beetje Duits klinkt naar mijn idee is Siegfried Bar. Het is Siegfried. Dat is Siegfried? Dit is Siegfried. Ja, want aan het begin dacht ik al, zag gelijk een link met Siegfried. Daar dacht ik van, ja, ik twijfel toch wel een beetje, want... Ja. Hè? Gaan we door naar de volgende. Hetzelfde als Gilgamesh, een beetje een poster child voor de Fate-serie. Ik geef je één tip, deze is gratis, dit kost je niks. Hij is genderbent. Dus het is officieel een man? Ja. Volgens verhalen? Ja. Oké, want als ik die poster zou zien, en het is niet mijn guess, zou ik gelijk die arc zeggen, maar... Het is niet die arc. Nee. Er zijn series geweest waarin ze de grap hadden gemaakt dat... Ja, nee, je bent Joan of Arc. Ziet ze er Frans uit? Nee, maar ook gewoon meer van in de serie van Inazuma was ze ook gewoon echt zo goed als... Zoals op deze afbeelding zo gekleed. Ja. Ik tel het wel mee als gok van jou van het is Joan d'Arc. Maar meteen makkelijk voor je. Ze komt uit Engeland. Of eigenlijk, hij komt uit Engeland, maar je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Ik weet nou... Volgens mij is het... Dit klinkt Frans. Dat is Frans. Dat ben ik bijna zeker. Als het om het inderdaad komt dat dit hem is, ik heb hartstikke pissel omdat ik zeg dat hij Frans is. Ik heb geen idee, ik heb ook geen idee waar je naar kijkt, dus... Enig wat je hoeft te doen is te gokken. Langzaam maar zeker krijg je toch steeds meer dingen. Ik weet niet waar dit karakter vandaan komt. Trouwens, mag ik op die wiki drukken op de referentienamen? Nee. Nee, oké. Dan weet je precies wie het is, dus nee. Nee, precies, snap ik. Want een van de eerste dingen die je dan meteen te krijgen kreeg was de origine van. Dus dan kan je meteen met de eerste hint al meteen achterhalen van, hey, wie is dit? Mhm. Dus de lijst van namen zou op zich al genoeg moeten zijn. Ja. En ik zie dan de naam van de kaart die ik erachter staan. Historical Person End of Day staat daarna van... Gilgamesh Apocalypse, ik vriend... En daarnaast... Office, Hierarchy, Dingy. Ja, want die is oorspronkelijk ook een grap naar het bedrijfsleven... waarin je CEO hebt, manager, et cetera. Mhm. Wilde schot in het donker. King Arthur? Het is inderdaad King Arthur. Ja? Victoria Pendragon. Ik dacht in eerste instantie dat het Laplace was. Van ja, nee, dat klinkt Frans. Het is niet Laplace. Laplace is inderdaad Frans. Volgende. Wie is dit? Oh, what the fuck? Op het eerste aanblik ken ik er echt geen enkele die kaart die ik ken ermee linken. Mm-hmm. Ik kan altijd gokken. Je doet het voor nu toch wel aardig goed. Je hebt nog één monster gehad die naar... Of één karakter gehad die je kon koppelen aan een monster type. Ja, dat was de eerste. Ja, en voor de rest doe je ze allemaal nog best goed. Dus, maar wie is dit?
Nee, dat ook niet. Nee. Is dit Genghis? Het is niet Genghis. Hij komt uit Zweden. Ik weet dat helemaal niks van de Zweedse cultuur. Nee. Dus even kijken, wat klinkt Zweeds? Precies. Dan weet je tenminste van, oké. Het is niet Genghis of iets anders wat nog een beetje in de buurt komt van Aziatisch. Ik weet nog niet eens dat Genghis Aziatisch is. Genghis Khan is een Mongool. En niet eens in die term, maar gewoon, hij komt van Mongolië. Ik denk dat 70% van de Mongoolse bevolking is afstammeling van Genghis, omdat Genghis het leuk vond om vrouwen te... Nou ja, laten we het maar heel vriendelijk houden, blij te maken. Mm. Die gozer heeft zoveel mensen bevroegd, het is belachelijk. Vandaar dat hij elke keer als effect monsters terughaalt van de grave. Dat ja. Dat is gewoon zijn main effect. De rest doet het ook, maar de Genghis wordt daar het meest voor gebruikt. Ja. Maar één gokken kan altijd. Maar want ik zou graag kijken of ik deze video nog binnen een uur kan houden. Ik heb geen idee wie dit is. Ik heb deze kaart zover ik weet ook nog nooit gezien. Mhm. Nee, inderdaad, het is echt gewoon nog OCG dit. Maar, Conquestader? Nee. Lake Venom. Conquestader was een, is niet per se een persoon geweest, maar dat was van de Spaanse invasie destijds, volgens mij op Mexico. Dat heeft te maken met de Maya of de Azteken. Ik denk dat het of Mexico was of Peru, een van de twee. Dus Conquestador. Oké. Dus ja, de volgende is Lake Venom, wat een plaats is in Zweden, dus daar, of was een plaats, of ja. De persoon is gekoppeld aan Lake Venom. Dat zegt mij echt nog steeds echt helemaal niks. Nee, leuk hè? Nee, echt, ja, heel leuk. Dit is geen persoon. Dat is sowieso geen fucking persoon in historie. Mythes kunnen ook, want Gilgamesh was een mythe. Siegfried. Ja, maar ik denk niet dat Declan Akaba een mythe is. Nou, hij is niet een mythe, maar hij is wel de goat. Hij zat ook al een heel casual tussen van God / Declan Akaba. Ja. Nee, deze is sowieso niet. Als ik die art ken, dat is iets te modern. Als ik even naar jou wil kijken. Hij heeft een hele mooie, mooie spijkerbroek aan. Dat klopt. Nee, maar ik heb het over de Yu-Gi-Oh! Art, want dat is van groot glas. Mm-hmm. En met dit, dat is Grieks uit mijn hoofd gezegd. Misschien dat de Yu-Gi-Oh! Art echt niet mee te vergelijken is, maar William Tell? Het is niet William Tell, 1000 AD. Wat houdt AD in? Ga terug naar school. Dat houdt AD in. BC is before Christ, AD is after Denium. AD is wanneer Christus of is geboren of dood is gegaan. Dus wij leven nu in 2024 AD. Oh, ik wist dat BC before Christ was, omdat dat iets van... Ja, waarom het AD, waarom AD niet AC heet, ik heb ook geen idee. Ja, precies. Ik dacht eerder dat het AC was, maar oké. Het is Anni Domini.
Zwedelijk van MAT. Ja, dat was de dag dat Christus geboren was, dus ja. Waarom Domini is, ik heb ook geen idee. Want Domini betekent dominion, ofwel heerschap. Maar had gewoon fucking AC gedaan, maar oké. Okay. Dat was 10 keer makkelijker geweest. Ja, ik ben aan Drenthe, maar poging. Nee, ik durf het echt niet te zeggen. Nee? Nee? Oké, okay, dan krijg ik de laatste punt. Het is een fusion kaart. Oké, alle DDD fusions zijn... Nou ja, Gengars kan je al overslaan, want Gengars heb je al... Ja, dan heb je alleen ja, hiking gangs, maar het is hetzelfde. Ja, ik maak daar geen onderscheid tussen. Nee. Nee, het had toch hiking gangs moeten zijn. Ja, maar joh, een niveautje te laag. Mm-hmm. Dan heb je nog... Purple Armageddon, maar dat is hem ook niet. Nee. Dan heb je die Ark, dat is hem ook niet. De enige die nog zou kunnen, denk ik. Mm-hmm. Ja, maar dat is ook. Nee, dat is. Nee! Huh? Welke fusion DD mis ik? Ik heb geen idee. Ik heb de wiki voor me en ik zie hem letterlijk voor me staan. Dus ik heb geen idee waar jij naar kijkt. Moet ik echt mijn fucking stempelmappen bij gaan pakken? Nee, maar dat is cheaten. Dat is Link. Wat ben jij? Oh nee. Dat is Synchro. Pendulum, XYZ. Pendulum. Nee, is het Beowulf? Het is Beowulf. Duurde even, maar dan heb je hem ook. Ik kan... Ja, ik heb zitten dan natuurlijk echt compleet met... Beowulf is een fucking... Ik dacht dat het een mythe was. Beowulf is ook een mythe. Maar dan een... Oké, juist, ja. Oké. Hier is je volgende. Hij heeft een prachtige baard. Die baard doet me echt heel erg denken aan de baard van Ganondorf. Ja, maar het is niet Ganondorf. Ook al lijkt hij wel een beetje erop. Ja, had dan bij wijze van spreken de huidskleur een beetje groener gegeven en dat was Ganondorf, ja. En je heeft de beeld ervan, dat klopt. Ja, op zich. Hij heeft ook gewoon echt de neus van een Ganondorf. Mm-hmm. Oké, maar ja, het is een beetje goudrood en het doet me gelijk een beetje denken aan Sparta. Mm-hmm. Dus aan wie denk je? Leonidas of Sparta? Nee. Niet, ah! Het is niet Leonidas. Maar hij zit wel goed. Het is Grieks. Ik had hem specifieker kunnen maken, maar als ik hem specifieker had gemaakt, had je het één keer kunnen raden. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb het even ambigu gehouden op Grieks. Er is eigenlijk een andere naam ervoor, maar ja. Deze had ik net ook al. Dat was gewoon een algemene benaming voor keizer. Dat was hem dus niet. Ja. Ik zie niks anders wat Grieks overkomt. Naar mijn idee. Je kan een poging maken. Waarschijnlijk heb je hem al lang voor je staan. Hè? Natuurlijk. Goed genoeg. Oké,
Keuzes. Ja. Keuzes, Jordi. Ja. Gokken kan altijd. Kost je maar één punt. Darius. Het is niet Darius. Gordian Knot is je volgende hint. Dat is zijn plek? Nee, toch. Gordian Knot is een knoop die zo ingewikkeld in elkaar zat. Als iemand hem kan oplossen, had hij een heel heerschappij over heel Azië en Europa. Oh, gezellig. Ja. Tap je waarschijnlijk niet heel veel meer, maar hey. Het is weer een gok. Dus wie of wie? Een wilde gok mag altijd. Mag ik een hulplijn inschakelen? Nee. En je hulplijn is een volgende hint. Tenzij je nu even een persoon noemt. Nee, ik weet niet. Oké. Okay. 320 BC. Nog steeds geen idee? Nee, want ik blijf op Caesar hangen, maar die had je toen gebruikt als voorbeeld. Dus die zou je nou niet nog een keer gebruiken. Dat weet ik zo goed als zeker. Ik heb niet Tesla gebruikt, ik heb niet Caesar gebruikt, ook niet met Alt Art of wat dan ook. Nee, het is gewoon een nieuw personage. Alexander? Het is helemaal goed. Het is Alexander of Macedonië. Daarom zei ik ook, technisch gezien is het niet Grieks, het is Macedonisch. Maar ja, als ik Macedonisch inzet, dan heb je letterlijk in de wiki staan... Nee, hey, Macedon. Hm. Ja, ja, Alexander III of Macedonia inderdaad. Wie is deze? Oh, maar wat heeft hij om zijn nek? Dat is een kruisboog. Ja. Of niet? Ja. Ik wil zeggen Marksman King Tell. Het is inderdaad William Tell. Sommige zijn makkelijker dan anderen. Ja, het was een hunter en dat is een van de weinige kaarten met ook daadwerkelijk het vorm van een gun in zijn artwork. Dus. Ja. Ik wil eigenlijk gelijk die Ark zeggen. Dan heb je meteen goed gegokt. Het is meteen Jeanne d'Arc. Oh! Toegeven, heel veel van de namen heb je op zich al gehad. Dus Jeanne is zo van... vrouw? Jeanne d'Arc. De tips waren ook Frans. En als ik dat Frans had gezegd, was je waarschijnlijk meteen naar Jeanne d'Arc gegaan. Ja. Saint. Ook waarschijnlijk al heel snel naar Jeanne d'Arc. 1400. En Fusion. Ja. Ja. Wie is deze? Oké. Mijn muis had opeens heel gevoelig. Nou niet, is beter. Gewoon puur omdat ik toen net de art heb gezien van de kaart. Moet ik hem weer even voor de zekerheid even opzoeken. King Leonidas? Het is inderdaad Leonidas. Dat is een beetje het ding. Na verloop van tijd kan je ze heel makkelijk raden, omdat je heel veel namen een keer hebt gehad. Ja, het was ook gewoon meer puur omdat ik het schild zag. En ik weet dat in die art ook... Dat hij groot rond schild heeft. Ja. Deze is wat moeilijker. Maar deze is niet een DDD. Dit is een DD. Dit is een DD. Wie is deze? Oh! Waarom zijn al die reguliere DD-kaarten zo zwaar vervormd? Waarom? Oké, ik heb de wiki van DDD voor. Moet ik even naar de normale DD. Uh,
Eens kijken. Zie ik iets van de resembles in de artwork. Nee, jouw artwork geeft mij echt helemaal niks. Ja. Moet ik jou de eerste... Het is waarschijnlijk... Het is sowieso een pendulum. Het is sowieso een pendulum. Wil je al een hint of... Oh, maar zie ik... Waar zijn... Ah, hier zijn ze. Ik ga voor... Random gok. Copernicus. Het is Copernicus. Is... Ja? Oh, nee, niet. Hij komt uit Mesopotamië, net zoals Gilgamesh. Even gewoon voor de duidelijkheid, hè? Ja. Maar ik kom nou ook kaarten tegen die nog nooit zijn uitgebracht. De kaarten zijn wel een keer uitgebracht. Ja. Of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Ik geef wel toe, deze is heel smerig. Want het is before Christ, dus bijvoorbeeld Copernicus zit er niet tussen. Maar bijvoorbeeld Tesla zit er ook niet tussen, want het is Mesopotamië. Mesopotamië bestaat al een periode niet meer. Al echt een periode niet meer. Even kijken. Jij bent sowieso na. Van jou weet ik niks. Van jou weet ik ook niks. En van jou weet ik ook niks. Dus ik heb nog gewoon een lijstje van 3 naast elkaar staan. Ik. Je kan snel gokken, dus. Ja, dit is niet zo'n grote lijst als de DDD's. Nee, klopt. En Mesopotamië is al een flinke hint. Ja, nee. De enige die ik zo even misschien een beetje met de resembles kan krijgen qua artwork is inderdaad Kepler. Boek van Genesis is je volgende hint. De laatste keer dat ik de Bijbel heb gelezen, dat was op de basisschool. Kom op! Ja. Jan, punt. Ja, oké, okay. Deze naam kwam, heb ik nooit voor zien komen in de Bijbel, dus lijkt dit me de meest voorhand liggende, en dat is Thomas. Tijd van Babylonië. Je moet niet naar Thomas of Copernicus, daar moet je niet naar kijken. Het is geen scientist. Ja, godver, zit ik in de hele verkeerde lijst kijken, wat een bullshit! Nou ja, ik heb letterlijk gezegd, het is Mesopotamië. Niemand van hun komt door Mesopotamië. Ja, maar daar weet ik niks van. Ja. Daar kan ik ook niet zo heel veel aan doen. Ah, nee, je hebt nog geen ding gezegd, oké. Okay. Ja. Nee, dat ook niet. Dat lijkt me niet logisch. Ook niet. Diddy Ghost? Nee. Het is een pendulum. Is het de eerste okay. Waar ik ervoor kan zorgen dat jij geen punten krijgt? Het zou op zich knap zijn, want dit is nummer
9 van de 11, dus dat doet alsnog goed. Dit is een pendulum. Jij bent geen pendulum, jij ook niet. Jij wel, maar jij lijkt me heel erg onlogisch. Wat is dit? Oh, dat is voor mij echt puur manga. Oké. Okay. Jij niet. Jij bent ook een pendulum, jij ook niet. Jij ook niet. Wat ben jij? Ah, jij bent ook nog. Jij bestaat ook nog. Ja, jou ken ik, maar ik gebruik jou nooit. Dat is ook niet netjes. Oké, ik heb dus 3 kandidaten. Mm-hmm. 3 kandidaten, 1 kans. Het is sowieso gebaseerd op een persoon, dus deze valt sowieso af. Mm-hmm. Ik ga voor Proud Chevalier. Nee, dat is gelukt. 1 vraag is jou niet gelukt. Het was Noah van Noah's Ark. Die had ik juist expres weggehaald dat het geen persoon was. Ja, nou vond ik hem ook zo leuk om erin te laten. Die is gemeen, Jordi. Je hebt niet echt de persoon die 4 varianten heeft gemaakt van Dark Magician Knight. Om met Nando te fucken. Ja, fair. Hier, volgende. What the fuck is dat voor monstrosity? Een monster. Sorry? Een monster. Dus ja, dat is wel heel makkelijk voor jou met Didi. Van, je hebt maar een paar, dus waar lijkt het op? Oh. Zo. Om een of andere reden popt er gelijk 1 naam in mijn op. Moet ik even kijken of die ertussen staat. De Noah van Noah's Ark. Het is ook geen Johannes Kepler. Ik weet niet waarom deze in mijn hoofd nu oppopt. Hij zal waarschijnlijk ook niet goed zijn. Geen idee. Maar Requiem? Nee. Hij is Grieks. En volgens mij zei ik net, maar misschien zou het kunnen zijn dat je me niet had gehoord. Het is geen die. Het is een die. Oh, het is een Didi. Het is een Didi. Oh, dat had ik niet meer gekregen, sorry. Hij is Grieks. Dan wil ik Cerberus zeggen. Nou ja, je zit op zich goed. Het is van de Nemean Line, de Courteous Dragon, de Ladon en de Gorgon Sisters. Dus met Grieks zat je goed. Dus je zit in het juiste gebied. Maar ja. Waar? Het ding is meer. Ik zit zo met die Yu-Gi-Oh! Arts in mijn hoofd van nee, dat lijkt er niet op, weet je wel. Maar ook al die main deck, die kaart, die zijn ook niet zo uitmuntend groot of speciaal of iets in die richting, weet je wel. Nee. Doe je een gok of wil je de volgende hint? Orphos? Nee. The Age of Gods. Ik zit zo zwaar te twijfelen op tussen 2 nu. Nou ja, je hebt nog een guess. En hierna heb je nog een guess. Dus op zich. Behemoth. Nee, Behemoth was Christian, niet Grieks. Het is een effect monster. De enige die er nog op kan poppen is Pandora. Het is niet Pandora.
Het was Typhon. Wat, laat me even zo. Let me see. Typhon? Vice Typhon, ja. What the fuck? Nou. Ik zie echt gewoon nul overeenkomsten. Gewoon ja. Nul. Ja. Oké, okay, laatste persoon. Ik dacht in eerste instantie, misschien is het, hoe heet die? Lilith? Nee. Lamia, die had ik nog niet gedacht. Nee. Ik dacht van, nee, dat is die is daadwerkelijk echt goed gebaseerd op een daadwerkelijk karakter. Maar, oké. Okay. Wie is deze? Uit welke fucking DC comic heb je hem gevoeld? De verkeerde. Ik wou net zeggen. Ik kan niet zeggen of het een DDD of een DD is. Dat ga ik niet vertellen. Dat moet je maar zelf uitvogelen. Ik zie iets met heel veel sterren. En ik denk dat die sterren en de galaxy achter hem iets met hem te maken hebben. Hij ziet er ook zo majestic uit. Het is ook een fucking leeuwenkop. Wacht, dan moet ik ze even alle twee naast elkaar houden, hoor. Zo. Toen net had ik hem gevonden, waar is hij nou? Nee, ik heb geen idee. Ah, hier. DDD Super Sight King Zero Maxwell? Het is niet Maxwell. Wat? Nou, ik weet niet of Maxwell dit was. Het is een Amerikaan. Dat had het pakje nog niet verteld. Ja. Is eigenlijk, ik ben eigenlijk nu benieuwd. Is Maxwell eigenlijk van... Nee, hij was een schot. Nee, schot. Maxwell was een god. Wat op zich geinig is. Want om niet denk je aan schot en aan iets anders dan Maxwell. Zeg je nou god of schot? Schot. Ah, ik weet niet, van sommige mensen kan Maxwell een god zijn. I don't know. Ik weet geen eens waarvan die gebaseerd is. Ik dacht alleen van, hè, in zijn artwork heeft hij een soort van telescoop als hoofd. Ik dacht van, hè, galaxy dingetje. Daar lag even een link tussen. Ja. Wil je de volgende hint? Of ga je een guess doen? Het is een Amerikaan. Echt een wilde gok. Hé, waar is mijn lijst heen? Oké. We gaan voor Newton. Het is niet Newton. Volgens mij was Newton een Brit, niet eens een Amerikaan. Ja, was een fucking Engelsman. Communicatie. Meer krijg je niet, het is communicatie. En nu zit Jordi natuurlijk zo van, hoe de fuck kan dit nou nog niet weten? Ja, ik ben echt gewoon fucking clueless hierover hier. Nou ja, op zich het geinigste is, maar heel veel personen vallen dus al af. Het kan dus geen Siegfried zijn, nou ja, zo geweest. Maar Kaiser kan het ook niet zijn, Caesar kan het niet zijn. En ik heb al gezegd, het is geen DDD. Nou, ik heb al gezegd, ik kan een hint geven of het een DDD of een DD is, dus ja. Ga je een gok wagen of moet ik je de volgende hint geven?
Ja, de enige die nog op kan komen voor mij. Ja. Is misschien Copernicus, maar... Het is niet Copernicus. Voor mij is Copernicus... Soms weet ik niet meer of het Romeins of Grieks waren. Weet ik niet. Even kijken. Geen idee. Ik word hier niet verwijzen, maar het was van de Renaissance. Dus mogelijk Frans. Ach ja. 1847 tot 1931. Ja, dat zegt mij nog steeds echt helemaal niks. Oh, dat is echt zo kut. Of wil je gokken? Ook gewoon niks klinkt gewoon relatief normaal wat hier tussen staat. Mhm. Gokken kan altijd. Nee. Ja, waarschijnlijk zie ik er compleet naast, maar dan denk ik... Thomas Edison. Het was inderdaad Thomas Edison. Waar de fuck zat die man bekend om? Licht, communicatie, heel veel ideeën. Van die tijd met Tesla. Sound recording, man. What the fuck? Oké. Okay. Ja. Ja. Volgende tip was geweest pendelen, maar als je dat niet had geraden, zag ik zo van, ja oké, okay, dan geef ik het ook maar op. Het was ook eigenlijk de enige Amerikaan in die hele lijst. Ja, maar dat weet ik dus niet. Zo ver kom ik niet. Ja. Oké, okay, hoe vind je zelf dat je het hebt gedaan? Ja, weet je, sommige gingen echt heel makkelijk in één keer. Mm-hmm. Hè, fucking drie achter elkaar. En sommige, dat was een goffe start, zeker te weten. Met sommige dingen lag ik naar mijn debel prima linker tussen, maar zoals die laatste drie, om het even zo te zeggen, die gingen echt gewoon compleet stroef. Ik had echt geen idee. Mm-hmm. Dus ja, wat ik van mezelf moet zeggen, ik heb gewoon drie, misschien vier goed makkelijk gehad en de rest, het was gewoon allemaal schoten in de wilde westen. Ik wist echt helemaal niks. Je totale score komt uit op 28. Pak daar even het gemiddelde van, want jij kan 5 punten scoren en andere mensen maar 1. Dus ik deel het even, mm-hmm, gedeeld door 5. Afgrond naar boven, je hebt 3. Dus ik denk dat je net tweede bent of derde bent. Want volgens mij had Nando er meer, dus volgens mij ben je derde. Van de hoeveel tot nu toe? 4. Juist, oké, okay, ja. Zit maar zo, je bent niet laatste. Nee, dat klopt, maar ja, dat is ook niet echt een passage waar ik trots op moet zijn, maar ja, ja. Dat was kutte dan, dag, ja, zeker. Ja, dat is ook de langste guessing game ooit. Ja, sorry. Maakt niet uit. Mensen, bedankt voor het kijken. En hierna doe ik misschien nog 1 guessing game en dan switch ik over naar een andere spel. En ik denk dat Paddy wel een hoge score in kan halen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Nou ben ik heel nieuwsgierig.